Vannacht dan is het zover. De nieuwe nachttrein gaat voor het eerst rijden. Van Groningen naar Schiphol over de Flevolijn. En het goede nieuws is, hij stopt ook in Lelystad en Almere. Bij ons Tineke Witteveen van Arriva, die laat de trein rijden. Goedemorgen mevrouw Witteveen. Maken jullie een feestje van vannacht? Dat doen we zeker, ja. Net als de vorige keer bij de nachttrein van Maastricht naar Schiphol, maken we er nu ook een feestje van in de nachttrein van Groningen naar Schiphol. Ja, wat gaat er gebeuren dan op het perron in Groningen? Nou, op het perron zelf niet. Daar stappen we allemaal natuurlijk netjes in de trein. Maar in de trein hebben we bandjes van Eurosonic Noorderslag. Oh. Dus die, zeker weten. Vier bandjes, als ik ze even mag noemen, want dat is natuurlijk wel hartstikke gaaf. Het is Fred Goverde, Tem Dirty Dimes, Esther de Jong en DJ Coco Kokelikot, als ik het goed uitspreek, excuses. Maar in ieder geval, we maken er een groot feest van. Oh, en waar staan die dan in de trein? Een beetje tussen de... in het gangpad of zo? Ja, dat is maar net inderdaad waar, hoe zij zelf natuurlijk spelen. We hebben natuurlijk ook in de trein wel wat meer ruimte. Daar waar je natuurlijk binnenkomt of eruit gaat. Dus daar kunnen dan de bandjes staan, ja. Wat leuk zeg. Hey, een nachttrein, nou is de nacht vrij lang. Dus hoe laat gaat deze trein precies rijden? Ja, dat is relatief laat inderdaad. Wij vertrekken om welgeteld 1:48 uit Groningen. En dan rijden we via Assen, Zwolle, Lelystad, Almere, daar had je het net zelf wel even over, via Amsterdam-Zuid en dan komen we aan op Schiphol Airport. Oké, en wanneer moet je dan op Lelystad of Almere staan als je nog dat laatste stukje mee wilt naar Schiphol? Inderdaad, kom je vanuit, rijdt hij naar Schiphol toe, dan zeg ik het even goed, dus de heenreis. Dat is Lelystad, dan zijn we daar om 3:15, dus 3:15. Joh, dat zijn tijden. Ja. En Almere dan ietsje later. Ja, dat klopt, om 3:32. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook heel vroeg in de morgen gewoon besluiten, toch? Dat je vanaf Almere of Lelystad naar Groningen gaat reizen. Hoe vroeg moet je dan ongeveer je bed uit? We rijden inderdaad later weer terug en dan vertrekken we om 4:55 vanaf Schiphol. En dan zijn we om, 5:29 zijn we dan in Almere. En dan zijn we om 5:47 in Lelystad. Nou, dat zijn toch betere tijden eigenlijk. Ja, toch? Ja. Je kiezen met de nachttrein mee dus op de controle brengen. Ja, sorry, ja. Ik zou zeggen, je kiest even naar welke stad je wil rijden. En wat je daar natuurlijk ook gaat doen. Dat is afhankelijk van je doel. Ja. Zeg, die nachttrein rijdt dus komende nacht heen en weer. Wanneer rijdt die weer een keer? Ja? Elke week. Elke week in de nacht van vrijdag op zaterdag. Oké. En dan dezelfde dienstregeling. Ja, ja, maar nou zijn er heel vaak van die stakingen in het streekvervoer. Onder andere vandaag. Wat gaat dit betekenen voor jullie trein? Dat is een hele terechte vraag. Die hebben we ook eerder gekregen. Deze nachttrein rijdt. En waarom die rijdt, dat komt doordat deze trein gereden wordt met extern personeel. Daar worden medewerkers voor ingehuurd. Dus deze trein kan dus gewoon rijden. Dus het is ook niet een risico voor als je een kaartje hebt geboekt of dat nog van plan bent. We rijden hem vannacht. Ja, die kaartjes, dan ben je natuurlijk gewend aan de app van de NS. Maar dat, ik spreek nu met een andere maatschappij. Je bent ook gewend aan de OV-chipkaart. Maar dat schijnt ook niet te kunnen. Het is niet zo makkelijk. Vertel. Nee, nou eigenlijk is het best wel makkelijk, alleen moet je het even weten. Daarvoor kun jij de reisapp Glimble downloaden. Dat is onze eigen reisapp, Glimble. En als je die downloadt, dan kun je dus een ticket kopen voor €10 voor een enkele rit. Ongeacht waar je instapt. Oké. Dus vanuit Groningen is het niet zo duur, maar vanuit Almere. Ik zou net zeggen, dat hangt er nog een beetje vanaf van waar je gaat. Dan moet je eigenlijk precies het ritje vannacht doen met de leuke bandjes. Ja, daarom. Dat is hartstikke mooi. Nou, jullie gaan dus vannacht van start. Veel succes daarmee. Tineke Witteveen. Dankjewel. Van Arriva. Dat komt helemaal goed. Dag. Hey, doei.